Ik dacht dat mijn microfoon helemaal kapot was, want er zijn nog meer stukjes uitgevallen de laatste dagen. Maar ik heb er extra veel superlijm op gespoten. En nu hangt de popfilter gewoon weer bovenaan. Mijn microfoon ziet er weer normaal uit. Let's go! Dus dames en heren, omdat de vorige bekijken, reviewen van oude foto's en video's zo goed ontvangen is, doe ik het vandaag gewoon opnieuw. Omdat ik dan de bestanden eindelijk een keer van mijn computer kan verwijderen. En dat ik er daar gewoon nog een video heb van gemaakt. Dames en heren, vergeet geen like als je deze video leuk gaat vinden. In deze video zitten de video's die ik normaal niet ging bekijken. Omdat ze echt heel fucked up zijn. Maar dat is allemaal niet erg. Doe het voor de jeugd. Dus dames en heren, smash de like. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij dus met een kapotte wasknijper. Het is winteruur. Dat is niet normaal. Het is nu 4 uur 's middags en het is al donker. Fucked up. Ook aan iedereen die morgen vakantie heeft, proficiat. Aan iedereen die morgen weer school heeft, ook proficiat. Ik heb nog niet eens vakantie. Ik heb pas volgende week vakantie. Dus heel mijn leven is gefucked. Maar oké, laten we beginnen met de first video of the day. En dat is een nieuwe video. Let's go. Ik wist vroeger niet dat je kon knippen in video's. Dus elke keer als ik een nieuwe tij kom nemen met mijn camera, deed ik mijn camera uit en aan. En dan ging ik allemaal random dingen doen. Dit is een video die nergens op slaat. But okay. Coole nat represented. Hoi. Ik weet dat jullie sommige video's saai vinden. Ja. Zie je het? Bij elke tijd moest ik mijn arm achter mijn camera zetten, op het knopje drukken, mij verplaatsen naar de andere kant en opnieuw op het knopje drukken. Ik was echt, echt dom. Deze video is ook een 12 sub special. Dus ik had 12 abonnees en ja. Ik heb 12 abonnees. 12 abonnees, nou zeg, dat is veel. Jullie zien maar de helft van mijn hoofd. Nu zien jullie niks. 12 abonnees. Holy shit, de achtergrond. Kijk, als je goed kijkt, de achtergrond van mijn oude computer was iCarly. Wat kan ik tonen? Ja, je ziet het niet goed. Fuck this shit. Maar dus, ik had 12 abonnees. En 11 abonnees daarvan waren mensen van mijn klas. En er was één iemand bijgekomen die ik niet kende. Dus eigenlijk had ik gewoon voor de allereerste keer in mijn leven een abonnee. Met mijn eigen computer. Oh my god, is de oude YouTube layout. Oh my god. Dat was mijn kanaal, dames en heren. Welkom op Coole Nat. Dit is dus in 2011. Dit was gewoon een vlog. Ik vlogde op mijn kanaal, ik maakte domme video's. Holy shit, dit was mijn allereerste vlog, denk ik. En we waren naar Bellewaerde geweest met school en ik had gefilmd. Holy shit. Misschien kan ik daar nog naartoe met de Wayback Machine. Welkom op de Wayback Machine. De Wayback Machine is eigenlijk een soort van opslagplaats van oude pagina's op internet die je amper of bijna niet meer kan vinden. En ik wil nu wel eens zien of mijn YouTube-channel erbij staat. Oké, als... Oh my god. Guys, even stilte. Als hij er is. Let's go. Oh, holy shit. Oh my god. Dames en heren. Welkom op mijn oude YouTube-channel. Oh my fucking god. Bij de subscriptions staat Thomas en dit is Milan, koning vlog. Dit is epic. De oude like-knop. Ik had 13 video's. Pittig awesome. 47 subscribers. Holy shit. Het zou geweldig zijn als je hier video's op kan bekijken, maar dat kan natuurlijk niet, want dit zijn gewoon screenshots van toen. Oh, dat is jammer. Oh, zo jammer dat ik die video's allemaal heb verwijderd. Ze waren te belachelijk, dus ja. Nu gaan we terug naar de tijd waar ik ben begonnen met pet indragen. En ik droeg vroeger mijn pet altijd zo een beetje schuin of zo. Ik snap zelf niet wat ik deed, maar het zag er echt belachelijk uit met mijn veel te lange haar. Let's go. Hallo. Ja, je weet wel. Ja. Dit is de video waar ik had beslist om te proberen mijn camera van mijn televisie te schieten. En ja. Misser 1. Probeerde gewoon mijn camera van mijn televisie te schieten met een geweertje. En dat lukte niet. Maar ik wou wel dat mijn camera van mijn televisie ging vallen. Dus ik heb een balletje genomen en ik heb mijn camera van mijn televisie gegooid met een stuiterbal. Toen was mijn camera kapot. Echt, gewoon de lens volledig gebroken. Alles in orde? Ja? Ja? Oké, dat was het filmpje. Ik... Oh, da. Ja.
Oké. En zo is mijn eerste camera dus gesneuveld. Op deze domme kut manier. But okay, no problem, we can do that right now. Deze video is zonder twijfel de raarste, stomste, grappigste video van vroeger die ik nog heb staan. Er is een van de video's die ik ook heb gefilmd met mijn vrienden in Oostenrijk. In deze video zitten we gewoon op onze hotelkamer, als je het een hotel kon noemen. En we gingen een vriend filmen die iets grappig ging doen. In het begin doen we een korte introductie. En dan gaan we meteen door naar wat er gaat gebeuren. Ik zeg het jullie, dit is echt fucking gay. Maar oké, it's funny, so let's go. Hallo mensen, we moeten stil zijn. Nu gaan we met mij. Neem ze kont filmen. Je hoort ook zo de Duitse televisie op de achtergrond. Dus we hebben ons net alle drie voorgesteld. En mijn ene vriend zei... Neem ze kont filmen. Nu gaan wij Damon zijn kont filmen. Ja, no homo. Waarom? Waarom? Op het einde zeggen we ook nog zo super serieus. Hij besefte niet dat we aan het filmen waren. In die tijd had ik waarschijnlijk nooit gedacht dat ik zoveel jaar later nu die beelden terug aan het kijken zou zijn. Maar oké, het is echt fucking gay. Echt fucking gay. Maar oké, het is wel grappig. Ik vind het wel funny. Ja, oké. Ja. Ik heb nog een paar beelden die ik misschien in een andere video ga doen. Omdat ik niet wil dat deze video's te lang worden. Dat het ook gewoon nog leuk is om naar te kijken. Ik hoop dat je het een vette video vond. En doe zeker een duimpje omhoog als je het vet vond. En ja, doe zeker een duimpje omhoog als je er meer van wil zien. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, ja. Adios, bitch. Boekentas, je wil zo recht staan. Stap daar, zitten. Je hebt het al niet gedaan. De laatste is gedaan. De man is gedaan. De laatste is gedaan.